Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over dit keer CNC routing, CNC frezen. Er zijn enorm veel dingen die je kan doen met zo'n CNC frees. En als je de video's op YouTube kijkt, dan zul je zien dat er echt onbegrensd aantal mogelijkheden is. Al is het wel zo dat met mijn CNC frees je beperkt bent in de ruimte, in de grootte. Nou, een van de dingen die in deze video aan bod komt, is het frezen via V-carve. V-carve is een specifieke techniek in het CNC frezen. Een tweede dingetje wat in deze video aan bod komt, is van hoe kan je nou in twee kleuren eigenlijk iets maken. Iets maken wat twee kleuren heeft, terwijl het toch gefreesd is. En dat kan natuurlijk altijd als je een hele goede schilder bent. Alleen dat ben ik niet. En desalniettemin zijn ook daar technieken voor. Nou, eerst maar eens even iets over V-carve. Het hele verhaal achter CNC-frezen hangt aan elkaar van de bits die je gebruikt. De bitjes. Veel bitjes zijn er simpelweg voor om uit te snijden of om te graveren. Maar een V-carve bit, dat is een bit die heeft simpelweg een V-vorm aan de onderzijde. En die V-vorm, ja, die kan een verschillende graden hebben. Een 90 graden hoek is dit. Als je dit zeg maar rechts zou zetten, dan heb je dus, zou dit een V-carve in 90 graden zijn. Dat is ook degene die je zo meteen gaat zien. Ja? Zou je die V-carve zeg maar zo hebben, dan is die waarschijnlijk iets van 20 graden. Of misschien 60 graden, of wat dan ook. Dat is wel belangrijk om te weten, want hier hebben we zo'n V-carve bit. Even kijken of we hem in beeld krijgen. Ja, en dit is een 90 graden bit. Als je goed kijkt, kun je dat zien dat het 90 graden is. Wat doet nou zo'n CNC-frees met een V-carve? Als jij letters wilt gaan maken in hout, moet je ervoor zorgen dat die letters, de dikte van die letter, nooit dikker is dan die top van die V-carve. Want, wat doet hij? Hij gaat zo diep als nodig is om de diepte van die letter, om de breedte, het is niet de diepte, maar om de breedte van die letter te halen. Dus als die breder zou zijn dan die kop van die frees, dan gaat hij gewoon heel erg diep dat hout in. Maar als die niet zo breed is, dan gaat hij dus maar in een bepaalde, bepaalde diameter tot aan de diepte. En wat het mooie ervan is, is dat zeg maar de letter die je krijgt, is niet een recht uitgesneden letter, maar een letter met een V-vorm erin. En dat maakt letters tot een heel fraai gebeuren. Bovendien kun je met deze techniek veel kleinere letters frezen dan met een standaard endmill of met een bal endmill, zoals dat heet. Dat zijn de andere soorten bitjes die er gebruikt worden. Dus wat we gaan zien in deze video is de techniek om deze V-carve te gebruiken. De verschillende software soorten die er zijn, daar kun je over het algemeen ook een V-carve instellen. Een V-carve bit, die kun je de specificaties van zo'n bit kun je ingeven. Ik gebruik Carbide Create. En daarin is het enige waar je aan moet denken, dat als je zo'n V-carve bit gaat ingeven, dat je nooit aangeeft dat die 90 graden is, maar altijd maar de helft, want ze rekenen de helft van die bit. Dus hij is 45 graden. 2 keer 45 is 90. En dat maakt het tot de 90 graden V-bit. Het tweede wat ik wilde behandelen en wat ik wilde laten zien, en dat gaan we straks zien in gebruik, is dat ik iets tweekleurig wil maken. En daar heb ik verschillende technieken voor gevonden. En ik ben ook een tijdje aan het experimenteren geweest, want ik kwam er maar niet uit. En daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Ook mij lukt zeker niet alles in één keer, absoluut niet. Zelfs dit is nog niet 100% gelukt, maar ik ben wel heel tevreden, zult u straks zien. De makkelijkste methode, naar mijn mening, was de methode waarbij je zeg maar de plaat hout die je gaat frezen eerst schildert in de gewenste kleur, vervolgens dat afplakt met een tape of iets dergelijks, dan gaat frezen en als de tape is blijven zitten, dan zijn dus eigenlijk het enige wat uitgefrezen is, zijn dus de letters. En als je dat met een spuitbusverf dan schildert, dan spuit, dan heb je dus tweekleurig. Want als je de tape eraf haalt, zit daar de kleur onder die je die plaat had geschilderd. Nou, die truc, dat heb ik geprobeerd uit te halen. Eerst met schilderstape, want dat zou de beste tape daarvoor zijn, heb ik begrepen. Dus gewoon normale Tesa. Helaas werkte niet. Waarom niet? Die Tesa,
die rukt zichzelf kapot. Vooral de stukken waar zeg maar bij hele kleine stukjes moeten blijven zitten, dat rukt zichzelf kapot. En daardoor was het gewoon niet mogelijk om dat op die manier te doen. Toen uit China schilderstape besteld. Dat vond ik al wel iets beter op dat vlak. Maar ook dat niet voldoende. En toen zag ik van de week een video met een lumineus idee en ik dacht, dat ga ik proberen. Die man die gebruikte namelijk, je hebt van dat afplaktape waarmee je de schap van een kast kunt beplakken. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar mijn vrouw toen ze het zei, die zei van, oh, dat hebben ze bij de Action. Ik zei, nou ja, goed, proberen is het waard. Dus die tape die hebben we gehaald. We hebben dat is eigenlijk gewoon een sheet, een vinyl sheet met plak aan de onderkant. En dat heb ik over die plaat heen geplakt. Ik had platen gekregen van mijn aanstaande schoonzoon. Hele mooi, nog heel erg veel dank, Mika. Dankjewel. En met aan de onderzijde en aan de bovenzijde een soort van witte laag. Omdat ze in de bouw gebruikt worden. En ja, daar heb ik met het frezen niet zo gek veel aan. Dus ik was een beetje bang of dat met schilderen wel zou werken. Maar dat was geen probleem. Ik heb die platen op maat gemaakt. En ik heb de eerste plaat, die heb ik simpelweg rood geschilderd. Met spuitbus. Knalrood. Ik wilde toevallig een rood bord hebben met witte letters erop. Oké, prima. En daar heb ik die huishoudtape overheen geplakt. Dus die tape waarmee je normaal schappen in een kast mee beplakt. En dat heb ik vandaag gebruikt om de video te maken die we zometeen gaan zien. De delen van de video. Met als uitkomst een naambord wat waarschijnlijk bij ons aan de buitendeur gaat komen te hangen. Dan moet ik nog niet aan de deur, maar aan de muur bij de huisdeur. Ik moet nog even kijken. Maar dat is wel de bedoeling. En ik moet zeggen, ik ben uitermate content met de techniek. Mocht je hier vragen over hebben, wat zou ik me kunnen voorstellen? Stel ze gerust onderaan de video. Er staan verder geen links onder, dat is nergens voor nodig. Wat wel belangrijk is dat je V-bit, dat je die hebt. En ik zou zeggen minimaal 60 graden naar, als het kan, 90 graden. En hoe breder, hoe beter eigenlijk. Nou, dat is best wel lastig. Want je zit met je staaf, met je shank diameter. Maar hoe breder die is, hoe breder ook de letters kunnen zijn. Ja? Ik vind het resultaat bemoedigend. Ik wens je veel plezier bij het kijken. Tot de volgende keer. Zo, dat was het freeswerk. En wat nu overblijft is met een tandenborstel schoonmaken van de letters. Maar daarvoor gaan we eerst de plaat loshalen. Daarna gaan we schilderen. En gaan we kijken wat het eindresultaat hiervan was. Nou, tot zometeen. Ja, zo op het eerste oog ziet de afdruk er natuurlijk geweldig uit. Maar we weten nu ook al dat we een paar herstelwerkzaamheden zullen hebben. En wel daar waar de tape eraf is gegaan. Hier bijvoorbeeld in het middelste stukje van het plusteken. En hier bij de E. Hier zien we ook zo'n plekje waar dat het geval is. Nou, dat zijn herstelwerkzaamheden. Maar die kunnen we achteraf doen. En als ik het zo op het eerste oog kijk, zijn dat er één hier bij de A bovenin. Even kijken. Dit is allemaal aardig. Nou deze hier dan, hier bij de K2, hier bij de E, weet ik nog niet of dat nodig is, dat zullen we zien. Nou goed, wat we nu gaan doen, we gaan dit nu schilderen met een grondverf, een primer, dat doe ik met spuitbus. We laten dus die tape eroverheen zitten en dan gaan we dit met een spuitbus schilderen.
Zo, de volgende stap in het geheel is dat we nu met een mesje al die kleine stukjes de tape te gaan afhalen. En op die manier ook kunnen gaan vaststellen welke stukjes de tape eraf is geraakt en die dus straks nog rood geschilderd moeten worden. Nou, dat gaan we beginnen. Gewoon bovenin hier, zoals het hoort. Kijk, en hier zien we gelijk al eentje die keurig gelukt is. Zie je dat? En zo gaan we ze allemaal eraf halen. En hopen we dat we een mooi resultaat aan het eind krijgen. Best een gepiel, maar als het goed gaat komen ze er allemaal af en dan gaan we straks het resultaat hiervan zien, plus dat we ze moeten gaan bijtippen. Daar komen we zo op terug dus. Tijd om de tape eraf te halen, kijken wat het eindresultaat is, dus dat gaan we nu maar eens doen. In alle rust, met beleid, hoop ik dan maar. Erg breekbaar zo te voelen. Sommige plakken blijft er ook wel wat plakken over als ik dat zo voel. Dus ik hoop dat dat aan de voorkant wat minder erg is dan aan de achterkant. Maar daar gaan we dan. Heel rustig. De buitenrand is er bijna vanaf. Maar wel wat residu van de plak. Dus dat zal ik nog moeten verwijderen. Sowieso moet die nog bijgezaagd worden, dus daar hoeven we ons ook nog niet al te druk over te maken. Maar nu gaan we kijken of we het binnendeel, want dat is natuurlijk het belangrijkste gedeelte, of we dat los kunnen maken. Eerst even zien dat we ergens eronder komen. Zo. Laat je niet misleiden, er zijn wat stukjes die nog blijven zitten. Dus we zijn nog niet klaar met het eraf pellen. Maar eerst maar eens het grote werk doen.
Zo. Dit keer beginnen we onderin, zodat we alles eraf hebben. Het ziet er eigenlijk heel goed uit. Maar het moet er wel eerst allemaal vanaf en dan kunnen we er iets meer over zeggen. Zo. Te spelen, al die kleine stukjes eruit. Maar uiteindelijk, wat er uitkomt, is best fraai. Voor zover ik het op dit moment kan beoordelen.
voor dit moment weer even klaar. Binnenkant weinig residu. Ook niet van het plak. Dat wat er is, dat zal ik moeten verwijderen. En hij moet bijgezaagd worden. Dat is dan ook de volgende stap in het gebeuren. Tot de volgende keer. Zometeen dan. Zo, wat ik nu ga doen is eerst een laklaag eroverheen. Daarna ga ik hem bijzagen tot ongeveer, tot we overal deze lengte zo'n beetje hebben. Bijna een centimeter. Ja. En als dat gebeurd is, dan ga ik de hoekjes bijwerken. Kijken dat dat niet helemaal zo scherp is, maar wat ronder is. Schuurmachine over de zijkantjes heen. En dan de zijkantjes schilderen met de rode verf die ook op het bord gebruikt is. En dat zou dan uiteindelijk het eindresultaat tot effect moeten hebben. We gaan eens kijken hoe dat er zo meteen uit gaat zien als dat klaar is. Hier is dan het eindresultaat. Ik kan niet anders zeggen. Het was een heel fraai eindresultaat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat het leerzaam was. En dat je met veel oefening toch iets heel moois kunt creëren. Deze dank en tot een volgende video.